Marokkanen in het team zorgen voor veel overlast. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat dat niet waar is. Wat vind jij zelf daarvan? Ik vind dat hij ongelijk heeft. U? Dat vind ik ook. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is niet waar. Nou, ik vind dat dat totaal niet klopt, want ik ken genoeg Marokkaanse teams die het gewoon heel goed doen. Ik speel zelf ook in het team met 9 Marokkanen en we winnen gewoon bijna elke wedstrijd. Ja, ik vind het niet eerlijk gezegd. Kunt u ook uitleggen waarom? Ik denk dat je in elke etniciteit wel mensen hebt die voor problemen zorgen. En ik denk dat, ja, dat het niet per se Marokkanen zijn. Want als Marokkanen voor problemen zouden zorgen, dan zou ik dat ook doen in mijn jeugd. Omdat het net zo goed Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse jongens kunnen zijn. Omdat het ligt aan de persoon zelf, aan het individu. En je hebt lastige Marokkanen, je hebt lastige Nederlanders. Maakt niet uit wat voor ras je bent. Het zijn altijd lastige mensen en altijd mensen die niet lastig zijn. En, het is de media die het groter maakt, hè? En wat was uw reactie? Nou, ik vind dat gewoon niet waar. Ik vind dat gewoon onzin eigenlijk. Gelul? Ja, ik vind het een beetje schokkend. Ik was toevallig in het buitenland en ik las het. Ik vond het niet leuk. Want over die hoge spelers Marokkanen hoor je niks meer over. Het is alleen één, één of twee die... Die een beetje lastig zijn of die verpesten het voor een andere. Ik was best wel fan van Johan Derksen totdat hij dat had gezegd. Vond ik hem eigenlijk gewoon een vieze racist en een hypocriet.